Her own breed is the curly-coated retriever, and she keeps showing and working with her dogs. She became an FCI judge 12 years ago. Mrs. Hanny Varendorf from the Netherlands and the best of Dutch breeds. En zo kent u de keurmeester, dames en heren. En zo dadelijk krijgt u dan de verschillende Nederlandse rassen. En we beginnen met een van de bekendste, genoemd naar de creator van het ras, de Saarloos Wolfhond. Hollandse herder Korthaar. De Hollandse herder Langhaar. En de Hollandse herder Ruwhaar. Gaan we naar groep 7. Een van de heel bekende jachthonden, de Drentse patrijshond. Uit groep 8, de Wetterhond. De Stabijhond. En dan komt de Schapendoes. En last but not least, het enige hondje met bellen, het Kooikerhondje. Native to the Netherlands. We are missing two in this main ring. We are missing the Markiesje and the Hollandse Smousehond. This is the representative of group one, the Saarloos Wolf Dog. Zoals velen van u weten, de Saarloos Wolfhond is genoemd naar Saarloos, een man die zich ingezet heeft om dit ras te creëren. The Dutch Shepherd Dog is known in three different coat varieties, the long, rough and short-haired. Je ziet ze mooi naast elkaar, de Hollandse herders korthaar, langhaar en ruwhaar, dus drie variëteiten. Het zijn echte herdershonden, ze hoeden en bewaken de kuddes. Ze zijn ook uitstekend in te zetten voor politiewerk. En het is misschien heel raar, maar meer en meer zien we ze op tentoonstelling. So we have seen the first one of the Dutch Shepherd dogs was the short hair, the second was the long haired one, and the third one is the rough haired variety. The allowed colors are gold or silver brindle, but in the rough variety they can also be blue gray, as you can see. Dit is de Drentse patrijshond. De Drentse patrijshond is een staande hond. Met andere woorden, hij werkt voor het schot. Hij gaat het wild opzoeken. Hij gaat heel de omgeving afkammen. Zoekt dan wild en blijft dan stokstijf staan en duidt het aan. Dit is de Wetterhond. Eerder zeldzaam. The Wetterhound or the Frisian Water Dog is the representative of FCI Group 8 among the Dutch breeds. Zijn naam heeft hij natuurlijk Wetterhond, Waterhond. Zo simpel. En dit is de Stabijhoen. Ik zei al dikwijls, ik vind het een prachtige naam om aan een hond te geven. Zo stame bijhond. And another one from FCI Group 1. This is the Dutch Schapendoes. This is, I would say, probably one of the most popular breeds, along with the Kooikerhondje, which would be the next one, that are shown really all the way around Europe. Dit is de Schapendoes, en dit is misschien inderdaad, internationaal gezien, een van de meest populaire van de Nederlandse rassen, alhoewel. Als je de grens overgaat, zie je heel veel Drentse patrijshonden, vooral in het jachtveld.
En ondertussen zien we ook het Kuikerhondje, ook internationaal gekend. Zijn het maar twee rassen die het werk doen met het resultaat van wat dat werk moet zijn. Dat is namelijk het Kuikerhondje en de Nova Scotia Duck Tolling Retriever, de toller. Ook hij lokt de eenden naar de kant. Het is iets verschillend met de Kuiker, omdat hij de eenden in een kooi moet lokken. Selectie van 3 graag. So in the selection we have the Sarlos Wolf Dog. The Sarlos Wolfhond. The Dutch Shepherd Dog of the rough variety. De ruwharige Hollandse herder. We hebben er nog eentje meer nodig. En dat wordt het Kuikerhondje. En ook proficiat aan de anderen natuurlijk. We hadden de Sarlos, de ruwharige Hollandse herder en we hadden het Kuikerhondje. En we zoeken eerst de derde plaats. De derde plaats van de Nederlandse rassen is voor... het Kuikerhondje. Proficiat. En wie is de beste van de Nederlandse rassen? Dat wordt de Sarlos Wolfhond. En op nummer 2 de Hollandse herder Ruhaar. I've done my sentence, but committed no crime.